Hallo allemaal, vandaag wil ik jullie graag laten zien hoe je rozen kunt maken met de Noordesign mallen. Het zijn deze mallen, de Floral Flourishes. En even kijken, ik heb deze gebruikt, de 6002-0156, om de rozen mee te maken. Ik vind deze stansen erg prettig werken. Ik zal ze er even afhalen. Ze stansen heel fijn en het feit dat ze open zijn zorgt ervoor dat je heel makkelijk de rozen eruit kunt drukken. En ik vind het prettig dat ze in vier verschillende maten komen, zodat je eigenlijk rozen in verschillende maten kunt maken. Ik zal deze even aan de zijkant doen. Ik heb al wat voorbeeldjes gemaakt, de rozen in vier verschillende maten. Ik zal ze een beetje dichterbij houden. En zo zijn de rozen geworden. En ik wil jullie graag laten zien hoe ik dat gedaan heb. Oeps. Even kijken. Voor deze twee gebruik ik 6 bloemen. En voor de twee kleinere gebruik ik 5 bloemen. Ik heb ze alvast uitgestanst om wat tijd te besparen. En het is het handigst. Mijn ervaring is als je gaat oefenen om met de wat grotere maat te beginnen. De kleinere is voor iets meer gepriegel. Dus we gaan met deze beginnen. Ze worden eigenlijk allemaal op dezelfde manier in elkaar gezet. Dus ik ga van twee maten laten zien hoe ik dat gedaan heb. Dus we beginnen met de ene grootste maat. Ik heb altijd een matje erbij, een embossingmatje. En we hebben een schaar nodig. En ik gebruik altijd graag de uiteinden van kwasten, een wat smallere en een wat bredere maat. Deze is voor de twee kleinste bloemen en deze voor de twee grotere bloemen. En ik gebruik graag een embossing tool om de blaadjes wat te vormen. En waar ik mee begin, ik heb 6 bloemen nodig. En ik ga eerst tussen de blaadjes een klein knipje geven, zodat de blaadjes wat langer worden. Dus ik ga een klein knipje aan alle 5 de kanten naar het midden toe geven. En het is ongeveer 1/2 centimeter, ga ik hem inknippen. En dat zorgt ervoor dat we de blaadjes wat makkelijker kunnen omkrullen. Even kijken of ik het duidelijker kan laten zien. De blaadjes zijn nu allemaal een beetje ingeknipt. Dat hoeft niet perfect. Daar zie je straks niks meer van. Dus ik ga dat met alle 6 de bloemen doen. Gewoon een klein knipje tussen de twee bladen naar het midden toe. Wat ik vervolgens doe als ik de blaadjes een stukje heb ingeknipt, dan ga ik de randjes van de blaadjes een beetje ombuigen om mijn vingertop heen. Dus ik zet eigenlijk mijn nagel aan de achterkant en ik buig de bloemblaadjes een beetje om. En aan de achterkant komt het er dan als volgt uit te zien. Dat doe ik met alle bloemen.
Dus ik heb alle randjes van de bloemen omgevouwen. En nu pak ik de eerste drie bloemen en daar ga ik de blaadjes van vormen. Daarvoor gebruik ik het uiteinde van een kwast. Ik pak de bloem beet en ik leg mijn kwast in het blad. En vervolgens, buig ik mijn blaadje er zo omheen. Zodat de blaadjes omhoog krullen. En dan ga ik met mijn embossing tool in het midden van de bloem rollen. Zodat deze alvast wat omhoog komt. Het kan ook met de uiteinden van de kwast. Dat doe ik met bloem nummer 2 en 3. Precies hetzelfde. Met deze drie bloemen gaan we de roosknop vormen. Het kan ook op deze manier met het uiteinde van de kwast. De andere drie bloemen, die gaan deze onderlaag vormen. Die buig ik even op een iets andere manier. Ik pak de bloem beet en ik leg mijn kwast aan de onderkant. En ik krul hem eigenlijk min of meer om de penseel heen. Waardoor de bloem er zo uit gaat zien. Vervolgens ga ik nog even met mijn embossing tool in het midden. Zodat de blaadjes wat omhoog komen. Dit doe ik met de andere twee bloemen van de onderlaag ook. Dit wordt de onderlaag en dan ga ik niet meer met mijn embossing tool overheen. Die laat ik zo. Vervolgens pak ik de eerste bloem. Dit wordt het binnenste knopje. Ik zal de andere bloemetjes even opzij leggen. Dan is het wat beter zichtbaar. Ik pak hier een blad en hier een blad. Ik sla één blad over. En die ga ik in elkaar vouwen, langs elkaar heen. Op deze manier. Vervolgens pak ik mijn lijmpistool. En doe ik wat lijm hier aan de onderkant, ongeveer tot halverwege het blad. We gaan hem niet helemaal tot bovenaan vastplakken. Dat geeft ons straks nog de mogelijkheid om de knop wat wijder te maken. We doen wat lijm hier. Ik werk zelf graag met een hete lijmpistool. Dat droogt snel. Het zit snel op zijn plek. Een beetje lijm aan de onderkant. En ik vouw het blaadje om de twee in elkaar gevouwen blaadjes heen. Vervolgens doe ik dat ook met de andere twee. En doordat we de drie blaadjes eromheen plakken, blijft het knopje op zijn plek zitten. En dit is de roosknop. En nu is het een kwestie van
wat lijm aan de onderkant, net een beetje om de bodem heen en op de bodem. En deze gaan we dan in de volgende roos zetten. Dat is de roos waarvan we de blaadjes omhoog gekruld hebben. En bij het plakken, bij het stapelen, want dat is eigenlijk wat we gaan doen, let ik er altijd op dat de rozen niet recht boven elkaar geplakt worden, maar dat ze verspringen. Dat geeft een wat leuker speels effect. Dus ik doe wat lijm langs de bodem en daarop. Dan zet ik hem in mijn volgende roos. En die blaadjes vouw ik er vervolgens omheen. En dan krijgen we iets dat ziet er zo uit. Ik pak mijn volgende bloemetje. Ik doe weer wat lijm langs de bodem. Ik zet mijn roosknopje erop. En vervolgens vouw ik de blaadjes er weer omheen. Het even aangedrukt houden totdat de lijm wat afgekoeld is, een beetje uitgehard. Het kan ook met een ander soort lijm. Maar het voordeel van een hete lijmpistool vind ik dat het snel op zijn plek blijft zitten. En bij een andere lijmsoort dan moet het misschien iets langer op de plek gehouden worden. Maar dat is maar net waar jullie voorkeur naar uitgaat. Ik doe weer wat lijm rondom de bodem. Op de bodem. En ik zet hem op de volgende roos. Deze hebben we wat meer opengevouwen naar beneden. En weer wat lijm. En de laatste. Oeps. En dat is onze roos. En wat ik zelf wel prettig vind om te doen, is dat ik nadien toch vaak even een tangetje pak of een kwastje. Het kan ook met een uiteinde van een kwast of een satéprikker. Om de blaadjes van de knop toch nog iets uit elkaar te buigen. Om hem iets meer open te maken. Hier is dan de roos. Je kunt voor het maken van rozen ieder soort kartstok of karton gebruiken. Ik vind het ook wel eens prettig om ze uit scrappapier te maken van de collectie waar ik op dat moment mee bezig ben. Dit zijn pakjes fluweelkarton. Het kan ook met het gewafelde structuurkarton. Het is maar net wat jullie voor handen hebben. Maar het kan eigenlijk met allerlei soorten papier als het maar van een beetje stevige kwaliteit is. Dus dit is de grote, de ene grootste roos. We gaan nu ook een kleinere in elkaar zetten. De ene kleinste, daar gebruik ik 5 bloemen van. En ik ga weer beginnen om de bloemen een beetje in te knippen. Tussen de 2 blaadjes door een klein knipje geven naar het midden toe. Zodat ze
de blaadjes wat langer worden en we wat meer speling hebben om de bloem te vormen. Vervolgens ga ik de blaadjes weer wat omvouwen aan de uiteinden. Ik zet mijn nagel of mijn vingertop weer achter de bloemblad. En ik maak eigenlijk een soort V'tje, een soort puntje aan de bloem. Zodat het er aan de achterkant zo komt uit te zien. Dat doe ik bij alle 50 bloemetjes. Vervolgens pak ik een wat kleinere kwast. We hebben net met een wat dikkere gewerkt. En in dit geval pak ik de eerste twee bloemetjes waarvan ik de blaadjes naar me toe ga krullen, omhoog ga krullen. En de andere drie ga ik straks weer naar beneden vormen. Ik pak weer een bloemetje. Ik leg mijn kwast op het blad. En ik krul het blaadje omhoog, rondom de kwast. Zodat de bloem er zo uit komt te zien. En vervolgens ga ik weer even in het midden met mijn embossing tool, zodat de bloem wat omhoog komt. Bij het tweede bloemetje doe ik precies hetzelfde. En bij de laatste drie bloemetjes zet ik mijn kwast aan de onderkant en krul ik het blad er naar beneden toe omheen, zodat ze wat opbollen. Vervolgens pak ik weer het eerste bloemetje. Die gaan we op dezelfde manier in elkaar zetten als de andere roosknop. Ik pak twee blaadjes. Ik sla er eentje over. En die twee ga ik weer langs elkaar heen in elkaar zetten. Op deze manier, trapsgewijs. En vervolgens ga ik de andere blaadjes er weer tegenaan plakken. Thank you.
En weer de blaadjes een beetje naar buiten buigen. Daarom doe ik ook alleen wat lijm aan de onderkant van de bloem. Om te zorgen dat ik nog wat speling heb om de roos te vormen. En dit is het volgende roosje. En zo heb ik deze ook gemaakt. Ik heb wat stikkels op deze rozen gedaan. Je kunt er ook witte acrylverf of structuurpasta op doen. Dus we hebben in dit filmpje deze twee maten gemaakt. Voor deze twee gebruik ik 6 bloemen en voor deze twee 5. En ik hoop dat jullie wat aan mijn uitleg gehad hebben. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat heel graag en dan zal ik mijn best doen om ze zo spoedig en zo goed mogelijk te beantwoorden. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!